kijken door de ogen van Vincent van Gogh. Je even wanen in de 19e eeuw toen deze schilder onze provincie bezocht. Dat is de bedoeling van de 5 schilderijlijsten die in Veenoord en Nieuw-Amsterdam zijn geplaatst. Hij stond dus hier om zijn eerste grote werk te maken. En dat willen wij kenbaar maken, zichtbaar maken door deze constructie. Als het ware visueel kan men zien waar Van Gogh bezig is geweest om dit schilderij zo neer te zetten. Van Gogh reist in het najaar van 1883 naar Drenthe. Na een verblijf van 3 weken in Hogeveen reist hij met een trekschuit door naar Nieuw-Amsterdam. Van Gogh maakt in onze provincie 30 schilderijen en tekeningen, waaronder ook de turfschuit. We zijn nu aangekomen op de plek waar het bekendste schilderij in Drenthe door Van Gogh gemaakt is. De turfschuit. En die turfschuit, dat schilderij, dat is op dit moment eigendom van het museum in Assen. Het Van Goghuis in Nieuw-Amsterdam heeft een wandelroute uitgezet waarmee je in ongeveer 1,5 uur langs de 5 zuilen komt. Ja, ik zie nu eigenlijk op dit moment natuurlijk nieuwbouw. Maar destijds was dit de plek van de brug. En achter deze brug waren toen korenvelden en boekweitveldjes. En er stonden 2 kleine boerenhuisjes. En die heeft hij dus ook op de achtergrond meegetekend, Vincent van Gogh. Vanaf de start van het Van Goghuis in Nieuw-Amsterdam is er de wens om de lijsten in de omgeving te zetten. Met de €3.000 van het project Emmen Revisited, waarin woningcorporaties, de gemeente en wijkverenigingen samenwerken, is dit eindelijk gelukt. En zo kun je dus zien, zo was de visie van Van Gogh op die turfschuit. En dan kun je zelf daar een beetje bij fantaseren dat die turfschuit er nog ligt. En als je geluk hebt, dan komt die man er nog met een stapeltje turf aan.